Dan kun je hier in de toren, by the way, nou gedacht erop hebben. Rick, heb jij nog kaarsjes? Nee. Jawel. Creeper! Yo, gamefans van Nederland. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Cortex Gaming. Auw. Dat echt een... Wauw. Auw. Dat ging mis. Auw. Duurt echt, oké. Okay. Oh. De bedoeling was dat die gast dus echt perfect getimed naar beneden zou springen. Maar Yo, gamers van Nederland. Wanneer, snap je het nou? Ik heb geen timing. Nee, dat blijkt. Yo, gamers van Nederland, even wachten. Pats. Maar ja, inderdaad, Rick is hier ook. Kip en Kip zijn hier ook. Krijg nou wat. Pork chops. Oh. Dat eten ze niet. Vlak voordat wij begonnen, was een van die twee kipjes nog een klein kipje. En nu is die gegroeid. Woe! Is dat niet de kip die jij de vorige keer gekopt hebt? Weet ik veel, maar hier ligt een ei. Oh, gaan we weer, wacht, geef ei aan mij, dan ga jij weer kipje koppen. Dat blijft gewoon terugkomen, kipje koppen. Kipje koppen! Woehoe. Je hebt een... Godverdomme zeg! Hij flikt het hem gewoon weer! Ja. Jouw hoofd werpt vruchten af, althans kipjes. Doet de mijne dat ook? Nee. Ik heb een vruchteloos gezicht. Oké, okay, let's go. Let's go. Want gamefans, zoals jullie waarschijnlijk al weten, als jullie de vorige filmpjes hebben gezien, want dat heb ik al aangegeven in een ander filmpje. Mocht je het niet gezien hebben, komt hij hier nog een keertje. Ja, goed hè. Nee, volgende week is het natuurlijk Halloween en dan is het bij kort... Wat? Deur. Oh, wauw. Oh ja, die hebben daar gewoon wel zin om een deur te plaatsen. Nee, volgende week is het natuurlijk Halloween en bij Cortex Gaming is het dan Hello Week. En dat wil dus zeggen, de afleveringen zullen de hele week in het thema staan van Halloween. Ook heb je dat zelf bedacht? Dat heb ik zelf bedacht. Ook letterlijk tijdens de aflevering. Had ik gewoon zin in. Nee, en Halloween is natuurlijk pompoenen. En dan hebben we een pompoenenfarmpje. Alleen daar is volgens mij, die mag wel een beetje herstelwerk gebruiken, denk ik. Denk je ook niet? Ja, dat weet ik niet, man. Dit ding heb ik al 1000 jaar niet bijgehouden. Dus we gaan deze shit bijhouden. Ik heb een hoe. Wacht, ik ga hoen. Als jij dan pompoenen hakt, zodat we daar zaden van kunnen pakken. Mag ze met een X slaan? Ja, die moet je met een X slaan, want dan gaat het sneller. Even kijken, dan moet dit zo, denk ik. Ik weet het niet. Wat moet nou... Jij hoort daar niet te staan, kut pompoen. Hebben we geen watermeloen? Nee, dat hebben we nog niet, want we gingen ondergronds om watermeloen te vinden. En die konden we niet vinden! Doen we dat ondergronds? Dat moet onder... Ja, dat kan je het beste in mijnen, vind je ze heel vaak. I have pumpkins. Oeh, daar staat hier nog geen. I have pumpkin seeds. En dan plant... Plant. En dan planten we nog een plant. En we planten een plant. We planten een plant. We planten een plant. Even kijken, dit moet wel weer gewoon zo. Zo, verspringen. Spring. Jump. Jump around. Jump. Oh nee, wacht. Jump. Deze twee middelste moesten wel zo. Dat had ik toen opgezocht op internet en dat schijnt goed te zijn. Dus, dan moet daar nog heen. Daar, hé. Ik heb geen zaden meer. Fuck! Maak jij zaad? Kom op, je bent een jongen, je weet hoe je zaad moet maken. Ik ga wel de pompoen slaan. Is ook goed, nou dan kan ik zaad maken. Dat moet de meest ranzige grap zijn ooit op Cortex gemaakt. Nee, we hebben heel veel ranzige grappen gemaakt. Maar dit slaat denk ik wel echt groot. Ik ga mijn eigen even verstoppen, jongens. De schaamte is het te veel. Oeh. Oké, okay, nee, ik denk dat alles is ingezaaid. Maar ik heb één zaadje over, dus doe ik zo. Poing. Yeah. Hey, alles is ingezaaid. Dat gaat lekker groeien. Dan hebben we volgende week in ieder geval genoeg pompoenen om lantaarns van te maken. En om de boel te versieren hier. Dat is Rick. Ik stopte ergens per ongeluk water gewoon zo random. Gewoon water random. Ja, soms. Ja. Ik eet even een kipje. En dan zien jullie misschien ook al nog staan daar. Een gigantische pilaar waar we ook nog even fuck mee hebben gedaan. Ja. En daar kwamen we dus ook op. Want die moeten we ook gaan afmaken. Denk ik. Ik denk. Ik loop nu eigenlijk al 2 afleveringen rond met diamonds in mijn flikker. In je flikker? Ja, ik heb ze erin gestoken. Heel. Nee, hey, je weet wat ze zeggen, diamonds are a girl's best friend, hè? Maar jij bent geen... Girl. Waarom moet dat er niet in? Weet jij veel? You have the boobies for a girl. Hey, oké, dat is waar. Oké. Oké, we dralen weer af. Rick, jouw taak, jij weet hem al, je hebt alweer een pickaxe te pakken, zie ik.
Oh, ik zit er al. Oké. Bijna. Nou, dan ga ik. Ik heb een beetje cobblestone. Hebben we daar nog meer cobblestone daar beneden? Nee. Gewoon niet. Hoeveel cobblestone? Ik ga wel gewoon cobblestone pakken. Ga jij cobblestone pakken en dan kom ik wel af en toe halen? Ik ga wel hierheen. En dan ga ik de toren in. Want ik ga de toren verder afbouwen. Doe jij dat? Onze dildo, weet je nog? Ah, dat lelijke ding. Ja, hij is lelijk, man. Maar niet zo lelijk als jouw gezicht. Hey, vriend. Ja? Je moet eens weten hoe mooi mijn gezicht is. Prachtig, hoor. Daarom hebben we ook geen facecam. Nee. Ja, dat en ik heeft zijn camera om zijn nek hangen, dus... Dat is een stuk beter. Nee, serieus. Rick heeft zijn camera om zijn nek hangen. Rick zijn microfoon is zijn webcam en die heeft hij om zijn nek hangen, omdat het beter werkt. Tuurlijk, goede spullen, joh. Don't ask. Ja. Maar anders hoor je helemaal alles wat er gebeurt. Ja, inderdaad. Dan hoor je echt iedere auto buiten. En ja, de vorige keer hoorden we zijn moeder ook al, dus... Nou, die zie je, dat ken ook gewoon. Die kwam ook op bezoek. Dat kan gewoon gebeuren. Ja, dat is leuk. Ja. Dat is het leuke aan Cortex Gaming. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. En of je er blij mee bent. Ja, we weten het zelf ook niet. Dus, nee. Daarom hou ik van opnemen. Het is echt gewoon fucking makkelijk. Je zet de camera aan. En het is gewoon chaos. En het gebeurt. Ja. Zou ik Iron ook maar meenemen? Neem al die shit mee, jongen. Alles moeten wij hebben. Nee. Heb jij al veel cobblestone? Ik heb bijna 2 stacks. Oké, kom ik even langs. Je gaat me toch niet vinden. Gast, het is 1 rechte weg naar beneden. Dat, ja, ja, ja. Damn it. Haha. Oh wacht, volgens mij ben ik de vorige keer hier aan het hakken geweest, ja. Dus direct aan de rechterkant zit een random kamer. Oké. Volgens mij ben jij hier. Waarom zet jij geen toortjes neer? Omdat ik die niet heb. Het is echt tyfus donker hier. Ja. Waar jij wezen? Volg de weg, je komt er vanzelf wel. Nope, ik ben ergens. Ja, en ik ben verdwaald. Ben je helemaal naar beneden gegaan op de trap? Nee, niet helemaal. Ben je naar dat gangetje naar de linkerkant gegaan? Ja, daar, ik zie ja, het. Ja, maar ik kan daar niks zien, want ik heb... Wacht, ik ga... Ik kom eraan, do not panic. Ja, maar ik had geen toortjes bij me dus. Oké, wacht, dan fix ik even die shit. Zo. En dan krijg jij van mij deze. En dan krijg ik van jou die andere. Die, und die, und die. Und der sa. Und steen genau! Aufsitzen! Ik ga even hier wat plaatsen. Zo, ploep. Ik ga even wat plaatsen, ploep. Oh, we moeten hier ook trappetjes gaan maken, want dat springen dat kost echt fucking veel eten. Dat is irritant, hè? Doing, 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 maar ja, doing, doing, doing. Cobblestone gebruiken we nu voor iets anders. Ja, daarom. Nou, moet ik, of, ik weet niet hoeveel hout we nog hebben, anders maken we houten trappetjes. Ja, volgens mij hadden we niet zo heel veel hout, want ik moest voor de laatste ook... Kijk, volgens mij hebben we niet zoveel van alles. We hebben eigenlijk helemaal niks. We hebben helemaal niks. Wat zijn we aan het doen de hele tijd? Dit is echt de armzaligste Minecraft-serie ever. Er is er wel weer een pompoen gegroeid. Oh, 2. Super pumpkin. Super pumpkin. Oké, dan gaan we even een nieuwe gang graven. En ik ga weer omhoog. Poing, poing, poing. Poing, poing, poing. Poing, 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 poing. En deze random geluidjes worden gesponsord door... Oh, zo slecht dit. Waarom zie ik hier Iron gewoon zitten en dat heeft niemand van ons gepakt? Omdat het Iron is! Ja, ironisch, hè. Voor wel. Sorry. Oh, wat een mooie gang, ik ga hierheen. Ga jij eens even daarheen. Doe jij het al eens even. Hoe hoog moet die toren nog worden? Ik heb geen idee, maar ik pak even Leprus. Met je Leprus. Nee, het zal altijd Leprus blijven. Ja, ik kan me nog wel herinneren toen wij dus Pixelmon speelden en we wouden zo graag een Leprus vangen. En iedere keer als die gast Lapis Lazuli tegenkwam, zei die: oh, ik heb een Leprus gevonden. Dus iedereen gaat. Want die was dan fucking zeldzaam, maar ja. Dat maakt me allemaal niet uit. Nee. Het maakt niet uit. Het maakt geen ene fuck meer uit. Oh, je schuilt gewoon. Hè? Je schuilt gewoon. Ja, dus. Oeh, wat is dit? We hebben net met zaad lopen spelen, ik bedoel...
Ik weet niet wat dit is, ik ga even kijken. Onze kijkers schrikken denk ik niet meer zoveel van zoveel dingen. Als ik echt eerlijk moet zijn. Zou je denken? Ik denk. Oeh, waar ben ik nou weer beland? In je anus. Nee, het is een god ding. Dingetje. Kleintje. Innie mini. Innie mini. Volgens mij hebben we redelijk genoeg cobblestone inmiddels. Ja? Ja, de toren is redelijk hoog en ik heb nu een platformpje gemaakt. En dan ga ik nu, even kijken, dan ga ik zo uitbouwen. Zo. En dan, zo. 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 Shit, steen op. Oh, ik heb nog meer steen, nevermind. Ja. Nog meer steen, nog meer steen, nog meer steen. Oké dan. En nog meer steen. Wat is dit? Dit is redstone. Dat is ook een soort van nog meer steen. Ja. En dan, oh, oh. Goddammit, 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 goddammit. Ik stond in de fik. Dode water. Oh. What the fuck just happened there? Hij stond in de fire. You stond in the fire. Hij stond in de fire. Oh god toch. But I had water, dus everything is oké. Er klopt hier iets niet. Hoezo? Ik weet niet, er klopt hier iets niet aan het ontwerp van het dingetje. Dan pak ik wel even deze diamond. Ik moet het even van beneden gaan bekijken, want er klopt hier echt iets niet. Oké, let's go. Wil jij diamonds? Geronimo! Plons. Wil jij diamonds hebben? Heb je diamonds? Tuurlijk. Natuurlijk, alsof het niks is. Too much diamond. Okay, wat klopt hier niet, Jan? Hij heeft 6 diamondjes. Oh, kijk, hier moet er dus nog eentje bij. Oh, deze hele kant moet nog, joh. Je hebt gewoon hele... Tyfus! Nee, moeder! What the fuck? Ah, help! Ah! Nee, ik ga niet komen. Ik werd aangevallen door een random skeleton. Ik was vergeten dat het nacht was. Oh, skeleton! Halloween is pas volgende week! Een fucking skeletpak. Ik kreeg wat eten, want ik krijg oud. Ah, je miste! Oh, je miste! Ah, je raakte. Moet ik even langskomen, of niet? Nou ja, laten we eventjes gaan slapen, want het begint hier een beetje te overspoelen met monsterino's. Oké, dan moet ik even heel snel terugrennen, want ik heb toevallig geen bed bij me deze keer. What? Oh, de zombies hebben bezoek. Auw, bezoek schiet op mij. Auw! Run! Oh, de schapen hebben ook bezoek. Run, Forrest, run! Oh ja, kijk uit als je voorbij de kippen loopt. Staat iemand die vindt ons niet zo lief. Ik heb een zwaard. Nou, trouwens, ik heb 2 zwaarden. Dat zou cool zijn. Dual wielding in Minecraft. Ik wil die mod spelen. Nou, nee, die mod is er wel volgens mij, hoor. Dat je kan dual... Auw! Ja, ja, ja. Dan loop je gewoon met 2 zwaarden. Zo... Ha, ik kan terugschieten. Fuck jou. Ben er bijna. Bijna, bijna. Hé, hey, de deur staat nog open. Hallo, wereld. De wereld is van jou. What the fuck is dit? Ja, ze denken dat Halloween een week te vroeg is. Achter je! Oh. Auw, dat ben ik! Ik merkte het. Pak hem. Zo, die twee kunnen blijven staan. Nee. Kijk dan. Hij heeft onze baas. Hij heeft ons mooie huis. Ons mooie huis. Kijk wat hij ermee gedaan heeft. Nee, hij is dood. Hij is dood. Hoi kipjes, hier zie je tenminste wel veilig. Ik zal toch wel wat zeggen dat je volgens mij even naar de dokter toe moet. Jij ook. Huh? What the fuck? Waar komt hij vandaan? I don't know. Ik heb een pijl in mijn hand. Ja. Nou, ook in je nek. Oh ja, dat kan ik dan weer niet zien. F5. Oeh. Ik ga gewoon slapen, doei. Ik heb een nekschot. Waar komt die fucking spider vandaan? Ik weet het niet, ik ga slapen. Die heeft 2 blokjes nodig om ergens doorheen te kunnen. Dat spoort niet. Die moet hier ergens in huis gespawnd zijn. Ik weet het niet. Ik ga slapen. Er brandt hier overal licht. Hoe kan die shit? En dat was de kip. Dat was deze kip. Deze kip. Was die kip? Die kip. Allah. Zo. Zo, probleem opgelost. Opgelost. Ja, ik ga... Wacht even. We hebben er net één vermoord, dus we moeten er wel weer een paar bij. Ja, ik ben even wat spulletjes neer. Waarom kop jij geen kip terug? Omdat ik bezig ben. Ja, je hebt een kip gekopt. Echt serieus. De eerste keer als Rick een eigen kledinglijn zou krijgen, zou het shirtjes zijn met kipje koppen. Chicken! Kop de chicken! Ja, je hebt dan een kip gekopt. Ja,
gaan gewoon door je heen. Ja. Geen keep. Nee, rennen. Ploep. Oké. Okay. Ik ga verder met de toren. Want ik weet waar mijn foutje zat. En die ga ik even fixen. Je bent helemaal een foutje. Absoluut. Hey, we moeten ook echt een keertje dit gaan ordenen, hoor. Wat? Die chest. Ja, we hebben een hele mooie kamer met... Nee, creepers! Nou... We hebben een hele mooie kamer met... Nee, creepers! Ja, nou, we hebben geen kamer met creepers, maar er loopt een creeper. En die loopt heel dicht bij mijn toren. En ik heb liever niet dat hij mijn net mooie torentje, die ik net gemaakt heb, weer de grond in werkt. Dus die sla ik eventjes. Dit die fest. Hij ontploft. Hij had andere bedoelingen. Ik zag het. Hij had andere bedoelingen. Nee, ik ga even het laatste stukje van de toren fixen. En dan gaan we de aflevering alweer afsluiten, denk ik. Hier ligt ook... Je laat gewoon één koppelstone nog rond. Het is een beetje donker hier in de toren, by the way, nou ik het dak erop heb. Rick, heb jij nog kaarsjes? Nee. Jawel. Creeper! Uh-oh. Rick? Houston? We hebben een raam! What the fuck? Waar kwam die lul vandaan? Ik heb geen idee. En toen hadden we een raam. Oké. Okay. Weet je, kijkers, we gaan dit de volgende keer wel fixen, I guess. Doei, ik ga naar boven. Jij bent naar boven, ja. Ik kom ook even naar boven. We gaan naar boven. We gaan even naar boven. En dat ging even niet zo heel erg goed. Wacht, ik moet even, ik plaats onderweg nog even wat dingetjes. Ja, Top. Dat is wel slim. Voordat er ook nog meer ramen zo kan. Ik vind het wonder dat ik het overleefd heb eigenlijk. Zouden hierboven geen dingen staan? Ik pak mijn zwaard. Als die ontploft, dan vallen we heel ver naar beneden. Nee. Het is veilig. Waarom is het kindbeest hier nou weer ontploffen? We hebben nou, oké, beste kijkers, we hebben een raam. Yay! We zijn niet echt ver gekomen, maar ja, dat komen we nooit in een aflevering. We zijn wel hoog gekomen. We zijn wel hoog gekomen, ja. En, ja, dat is genoeg, Rick. Dat is genoeg. Dat is genoeg! Nou mag je ze uitblazen. Jongens, ik ga er vandoor. Tot ziens. Wee! Het lijkt me leuk als je het mislandt. Dat is wel leuk dat we dat nu kunnen doen. Nee, beste gamefans, we gaan het afsluiten. Terwijl Rick net naar beneden is gesprongen. Ja, de volgende keer gaan we die toren wel fixen. En dan is het ook Halloween. Dus gaan we ons landje versieren. In de stijl van Halloween. Heb jij nou nog leuke suggesties van indie games die ik kan gaan spelen tijdens Halloween? Dus echt horror games. Laat ze even onder in de reacties weten. Als je daar bezig bent en je vond het een leuke video, laat dan gelijk even een duimpje omhoog achter. En ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Vergeet dat dan niet te doen door op de rode knop onder het filmpje te klikken. En dat was het wel zo'n beetje, denk je ook niet, Rick? Ik denk het ook. Waar ben jij? Ik leef nog. Ik sta hier beneden op het strand. Wee! Wee, dat was een bommetje. Ja, hey, dat was een heel mooi bommetje. Beste gamefans, we gaan hem afsluiten. Zoals de Dat doen we even overnieuw. Het is echt tijd om te stoppen. Beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel! Ajoe.